mensen. Het koor van het muziekpakhuis. En die brengen, en het is morgen Wereld AIDS-dag, een ode aan Freddie Mercury. Zeg ik tegen u, voor straks lekker slapen en zorg in de gevolgen van AIDS. Hij werd 45 jaar. Behalve leden uit zijn band kwamen ook popsterren als Elton John om afscheid te nemen van de zanger. Pas een dag voor zijn overlijden maakte Mercury bekend dat hij aan AIDS leed. Hij wilde zo lang mogelijk doorgaan met zijn werk. Bohemian Rhapsody, Queen's grootste hit, zal opnieuw worden uitgebracht en de opbrengst is bestemd voor de strijd tegen AIDS. Here, the funeral of Freddie Mercury, the lead singer of the rock group Queen, has taken place in London. He died on Sunday after revealing that he was suffering from AIDS. The mourners included the singer Elton John, fellow member of Queen Brian May, and the actress Anita Dobson. Okay. Hundreds of wreaths were sent, many from other pop stars. The ceremony at the West London Crematorium was conducted according to Mr. Mercury's Zoroastrian faith.
zanger van de Britse rockgroep Queen. And finally, Elton John joined Queen stars Roger Taylor, Brian May and John Deacon today and for the funeral of Freddie Mercury, the band's lead singer who died on Sunday after admitting he had AIDS. Fans and friends gathered from early this morning for the service at West London.